We gaan eens kijken hoe we snel een gave wallpaper kunnen maken met onze favoriete helden en een soort effect layer eroverheen. Die gaan we mengen in Photoshop. Dat werkt als volgt. Best vaak lastig om een goede foto te vinden van je helden. Ik zet sowieso de zoekhulpmiddelen op groot. En dan krijg ik de grote foto's. En dan gaan we zo meteen in Photoshop kijken of dat werkelijk zo is. Ik zat naar deze te kijken. Dit vind ik op zich al een mooie foto. Maar ik ga er wel verschillende opslaan. Op mijn bureaublad. Het is een groep mensen en soms werkt het ook beter om losse mensen te nemen. Dit zijn twee mensen. Jon Snow en zijn zus. Even kijken of ik de goede foto heb. Kijk, die is groot zat. Afbeelding opslaan. Check. En wat we verder nog nodig hebben zijn wat effecten. Wat altijd goed werkt zijn explosions voor hetgeen wat we willen. En dan liefst een beetje gecentreerde explosions. Zoiets als deze. Vergeten we niet dat we grote plaatjes nodig hebben. Het is weliswaar maar een wallpaper, maar we hebben wel iets nodig. Nou, dit ziet er al behoorlijk goed uit. En ik heb zelf nog wat andere explosions gedownload. Nou, ik ga even het plaatje zelf bekijken. En dat zijn de plaatjes die ik wil. Dan gaan we naar Photoshop. En dan zoek ik een nieuw document. En documenttype is... doe maar tekengebied, het maakt niet heel veel uit. En het is een soort desktop ontwerp. Maar ik ga toch liever voor een standaard beeldschermformaat van 1920 bij 1080 pixels. Hoeven we dat niet meer in te vullen, staat het hier 72 dpi. Prima. Wallpaper test. Dan gaan we nu de plaatjes openen. Die open ik gewoon in andere tabs. En dan hou ik het overzicht en dan kan ik steeds terugvallen op bepaalde foto's. Die van Game of Thrones, ja. En dan doen we nog een keer openen. En ik heb nog wat bloemen gedownload. Die kunnen soms ook leuk zijn voor de bij. Oh ja, we hadden nog één andere van Game of Thrones. En dat is zo'n overzichtsfoto. Nou, om te kijken of het werkt, want dat weten we niet van tevoren, selecteer ik alles. Selecteer alles. Command A. En ik kopieer de boel. Command C. Zit hier ook. Command C. Dan ga ik nu eens kijken hoe deze werkt op deze foto. Nou, als ik hem erop gooi, dan zie ik al dat deze foto groot genoeg is voor dit. Maar ik doe iets verkeerd. Ik doe nog een stap terug. Wat ik natuurlijk eigenlijk wil, is dat ik eerst naar mijn hoofddocument ga. En daar gooi ik mijn bloemetjes in. Dan ga ik naar mijn command A, command C, naar deze. En daar gooi ik mijn plaatje van Game of Thrones. En die leek vrij groot, maar dat valt dus een beetje tegen. Even de vraag of die dan wel groot genoeg is. En dan gaan we
Ook nog eventjes deze bekijken. En via dit pijltje kom ik weer terug bij alle tapjes. En daar gooi ik deze ook nog in. Nou, die hebben allemaal wel ietsje scaling nodig. Deze ga ik transformeren, schalen naar de volledige breedte. Met de familie Stark erop. Oh, kop eraf. Dat is waar Game of Thrones over gaat. Transformatie. Jon Snow is een zus. Ga ik ook even wat groter maken. Ik wil dat we wel volledig beeld hebben. Ik kan hem dus nu nog verschuiven. Dat doe ik met deze tool. Zo, net in beeld. Ik ga kijken wat goed werkt. Daarvoor heb ik ook de explosion nog nodig. Command A, Command C, wallpaper test, Command V. En die kan ik ook nog verschuiven. Die kan ook nog scalen als ik wil. Nou, dan ben ik met deze klaar. Ik ben met deze klaar. Deze klaar. En met deze klaar, want ze zitten nu allemaal in wallpaper. Prima. Het eerste wat ik ga doen is eens kijken hoe deze laag met een bloem op de laag van de Jon Snow en zijn zus passen. Wat me gelijk opvalt is dat als je deze over elkaar gooit, bijvoorbeeld met vermenigvuldigen, of bijvoorbeeld met lichter maken, dan hebben we nu al het effect. Hè? Dit is wat we doen. We zijn aan het mengen. We gaan er niet normaal over elkaar. Maar we laten de bovenste laag bleken op de volgende. Dus deze laag bleekt deze laag. En je kan gewoon testen wat je wil. Als je hem donkerder doet, dan zie je dat hij alle donkere punten intact laat. En het is vaak gewoon even zoeken, want elke foto is anders. Bedekken, dan zie je eigenlijk alleen maar op de foto van de twee personen wat er gebeurt. Lichten, dat was dit. Donkere kleur. Nou, uiteindelijk is dat een kwestie van wat je precies wil. Intens licht ziet er ook best mooi uit. Wat je nu nog steeds kan doen, is de plaatjes kan je verschuiven. En het valt me op dat die bloemen, er zitten hier twee bloemen. En we hebben twee personen. Als ik dat nou voor elkaar krijg, dan kan ik die bloemen nu nog vergroten. Oh, ik ga even buiten beeld, met spatie ingedrukt, ga ik weer even terug. En nou ga ik zorgen dat die twee bloemen, die maken eigenlijk het idee. En ik zie hier dat deze bloem op deze plek bijna als een hoofd meegaat. Als ik dat hier zo doe, dan, en ik doe zo, dan zien we zijn gezicht. En dan zien we ook dat deze bloem mooi met het gezicht hier meegaat. Nou, het is maar een snelle wallpaper, maar dat ziet er op zich wel gaaf uit. Je kan nog steeds kiezen voor andere vormen van licht. Het is wel heel intens, ik zou hem nog wat terug kunnen schroeven. De dekking. En ik vind het al wat. Wat het enige wat het nog moet afmaken, is dat er ook nog een tekst bij moet. Ik doe dat in kapitalen. Caps lock aan. Game of Thrones. Prima. Dat zet ik hierbij. En wat ik wil is dat deze ook blend mengt met de achter. Als ik nou hier wat dingen kies, dan doet hij dat niet. Of hij werkt gewoon even niet zo heel goed mee. Want hij doet het namelijk wel. Alleen werkt hij niet op donkere gebieden. Dus ik moet nu zoeken naar een plek waar ik deze tekst goed in kwijt kan. Misschien is het wel deze plek. Of misschien moet ik toch kiezen voor een andere vorm. En aangezien het donker en licht zit, is dat best wel, dit is lelijk, uitsluiting, intens licht, nou, het is wel goed te lezen,
Nou, en zo ga je net zo lang door tot je tevreden bent over je resultaat. Je kan dingen nog dupliceren en dit kan wat worden. Misschien kan ik hier die bloem nog een beetje aanpassen, zodat het gezicht van Jon Snow beter te zien is. Misschien laat ik hem wel een beetje zo zakken. Dus eigenlijk zoek ik naar een soort balans van alles wat ik heb gedaan. Ik denk toch dat ik een marge hier hou en ik denk dat ik deze op, even kijken, zwak licht zet. Dan is dat niet zo goed leesbaar, maar als ik dan de letters vergroot, dan is dat wel weer wat anders. Ik ben niet zo tevreden hierover. Zwak licht. Nou, misschien als ik hem dupliceer, dat hij dan net genoeg heeft. Laag dupliceren. Okido. Kijk, dat is beter. Wat ik heb gedaan is, dit zijn precies dezelfde lagen met precies dezelfde mengmodus. Maar daardoor is hij net ietsje lichter. Dat is precies wat ik zoek. Eigenlijk vind ik deze prima. Ik check toch nog heel eventjes de andere optie met deze foto. En dan gooi ik de ontploffing overheen. De ontploffing ga ik mengen met zwak licht. Ziet er wel interessant uit, maar dat is toch iets te veel van het goede. Kijk, dit staan ze helemaal in de fik. Hier staan ze nog meer in de fik. Vermenigvuldigen. Ja, ik denk dat deze foto daar niet zo geschikt voor is, voor deze manier van blenden. Maar je ziet wel wat er gebeurt. Maar ik had dat eigenlijk al gedacht, dat deze foto is gewoon niet zo geschikt ervoor. Er gebeurt te veel. Je hebt eigenlijk één persoon nodig. En dat werkt beter. Wat ik wel nog heel even kijk is hoe deze werkt op deze foto. Dus nu doe ik bedekken op die foto die we net al gedaan hebben. En ik kijk even of vermenigvuldigen misschien beter gaat. Nou ja, het ziet er ook wel weer interessant uit. Zwak licht. Het nadeel van zoveel explosie is dat de huid min of meer ook een beetje vreemd wordt, zeg maar. Dus het wordt een beetje te eng. Dus ik denk voor deze dat de explosie niet zo goed werkt. De bloemen veel meer. En daarvoor hebben we Game of Thrones gedupliceerd, zodat die iets beter leesbaar is. Ik maak er een mooie JPG van. Dat kunnen we beter opslaan als JPG, kleurprofielen, het zal allemaal wel, het is voor beeldscherm, dus toch een beetje wat meer what you see is what you get. Ik zet hem op gewoon hoog. Okido. We gaan even kijken hoe die eruit ziet. En het is hem geworden. Even toch vrij snel een wat specialer verhaaltje gemaakt. Een wallpaper-achtig iets. Dit kan je doen in elk programma van Adobe. Die hebben allemaal met layers hebben ze die mengmodus. Daar kan je gave dingen mee doen. Succes!